Er moet nog veel gebeuren om het hergebruik van metalen en andere grondstoffen te verbeteren. Nu is nog maar 9% van de economie circulair, blijkt uit onderzoek dat is gepresenteerd op het World Economic Forum in Davos. Het kabinet wil dat de economie in 2050 helemaal circulair is. Een bedrijf in het Groningse Leek laat niet alleen zien dat het kan, maar dat er ook geld mee te verdienen valt. Producten worden gemaakt door machines en die machines worden aangestuurd door elektronische apparaten. Die apparaten zijn duur en vaak worden ze door de fabrikant niet meer gerepareerd. Wij hebben een bloedhekel aan dat je een duur onderdeel en dan gaat een heel goedkoop stukje van het duur onderdeel kapot en dan moet je een hele nieuwe kopen. Dit bedrijf repareert apparaten die onderdeel uitmaken van een productieproces. Soms zijn die onderdelen nieuw niet meer te verkrijgen en kan je ze alleen nog maar tweedehands kopen. We hebben hier ongeveer 350.000 artikelen liggen. 350.000? 350.000 artikelen, ja. Over de hele wereld ingekocht. Bij fabrieken die bijvoorbeeld stopten met hun productie. Faillissementen, overschotten, ja, noem maar op. De eigenaren begonnen 13 jaar geleden op een zolderkamer en leveren nu aan 100 verschillende landen. Een defecte apparaat komt bij ons binnen. Wordt helemaal gedemonteerd en daarna wordt hij, we noemen het gerefurbished. Dat betekent dat de zorggevoelige componenten worden vervangen. En proberen weer als nieuw de deur uit te kunnen krijgen, getest. Er werken hier inmiddels 220 mensen en het aantal werknemers groeit nog steeds. Omdat ze niet te krijgen zijn, dan geloof ik van, wij moeten ze zelf opleiden. En omdat we hier een volledige mbo-opleiding kunnen verzorgen, kunnen we de mensen ook opleiden en dus een gedegen training geven, specifiek voor onze werkzaamheden. Het Groningse bedrijf heeft inmiddels vestigingen in Engeland en Amerika.